allemaal. Vandaag ga ik weer eens bakken en dat ga ik voor jullie filmen. Ik vind het heel leuk dat ik weer eens ga bakken, want ik heb al een tijdje niet meer gebakken. En wat ik ga maken zijn boterkoekjes. Ik hou heel erg van boterkoekjes. Ik vind ze heel erg lekker en ze zijn niet zo moeilijk om te maken. Dus die ga ik vandaag maken. En ook meestal als ik koekjes maak, maak ik boterkoekjes. Ja, die zijn gewoon makkelijk en lekker. Dus ja, ik zal nu even vertellen wat je nodig hebt. 375 gram bloem. 155 gram boter. 155 gram basterdsuiker. Normaal zou ik dit met witte basterdsuiker doen. Maar wij hadden dat vandaag niet in huis. Dus ik heb lichte basterdsuiker gebruikt. Dat kan wel gewoon prima. Wat ik alleen niet zou doen is hele donkere basterdsuiker gebruiken. Dat zou ik niet doen. Een ei. Een half zakje vanillesuiker of een paar druppeltjes vanille-extract. Een theelepel bakpoeder, lufje zout. Of een mespuntje zout bedoel ik. Nou, laten we maar snel gaan beginnen. Ik ga nu de boter en de suiker romig kloppen met een vork. Ik heb mijn boter een beetje heel even in de magnetron gedaan op 600 watt. Ongeveer 20 seconden. Omdat ja, mijn boter was gewoon te hard anders. En nu is het precies goed. Dus dan doe ik de boter in de kom. En daar ga ik de suiker bij doen. Zo. En dit ga ik nu tot een romig mengsel opkloppen. Wat ik nu ga doen is een half zakje vanillesuiker er doorheen doen en het ei erin doen. Ik begin even met het zakje vanillesuiker en dat doe ik een beetje op gevoel zo. Dus het ei erdoor. Zo. En dit ga ik nu erbij roeren. Als je hier zo'n mooi mengsel hebt, dan ga je een zeef gebruiken en die zet je hier gewoon op. En dan ga je je bloem, je zout en je bakpoeder zeven. Dus dat ga ik nu even doen. Zo. Dan doe ik mijn bakpoeder erbij. Zo. Dan zet ik dat erbij en dan moet ik nog een beetje zout. Ik doe gewoon ja, een heel klein beetje. Het is wel een mespuntje zout. Zo, dat doe ik. Ja, ik heb wel schoon handen. Ik heb mijn handen gewoon gewassen. Oké, dit ga ik dus nu met een lepel mengen. Dat het een mooi koekjesdeeg wordt. Oké, nu heb ik dit korrelige deegachtig. En de bedoeling is nu dat ik het met mijn handen ga kneden tot een grote deegbal. Wel zo fris als je even je handen wast. Ik heb net even mijn handen gewassen. En ja, dus dan heb ik nu schone handen. Want ja, het is anders best wel vies gewoon. Dus ja, ik ga nu maar gewoon kneden. Als je dan een mooie deegbal hebt, dan pak je een stuk vers houtfolie. Ja, dan ga je je bal daarin leggen. En die pak je dan zo in. En deze bal van deeg leg je dan 45 tot 60 minuten in de koelkast. Dus ongeveer 3 kwartier tot een uurtje. Verwarm nu je oven voor op
180 graden. Ik heb mijn deeg nu uit de koelkast gehaald. Nu moet je zeg maar plastic folie eraf halen. Dan ga je het nog even een klein beetje kneden, omdat het nu best wel een beetje wat harder is geworden. Zo. Ja, het is wel wel goed. En dan ga je twee stukken plastic folie pakken en daar leg je deeg zeg maar tussen en dan ga je het rollen. Anders heb je heel snel de kans dat het deeg scheurt en dat, ja, dat is niet zo handig. Ik heb hier een stuk folie, dat leg ik nu even zo neer. Dan leg ik de deegbal erop. Nu pak ik een deegroller en dan ga ik ja, het deeg zeg maar rollen. Oké, als je koekjesdeeg ongeveer zo'n dikte heeft, dan heb ik het dus nu uitgerold. En wat je nu gaat doen is zeg maar vormpjes maken. En ik heb de koekjesdeegvormpjes. Ik wil gewoon koekjesvormpjes. Ik heb er best wel veel. Maar als je dat niet hebt, kun je ook als je wil gewoon een mes gebruiken en vormpjes snijden of gewoon vierkantjes. Dus ja, ik ga dat doen. Ik heb mijn koekjes op deze bakplaat gelegd en op deze bakplaat is een heel groot voordeel dat je geen bakpapier nodig hebt. Maar als je niet zo'n speciale bakplaat hebt, dan moet je wel gewoon bakpapier op je bakplaat doen en dan de koekjes erop leggen. Maar ik heb dus nu dit en dit ga ik even in de oven zetten. De koekjes zijn nu uit de oven gekomen en ze hebben een klein kleurtje, een beetje, en ze ruiken heel erg lekker. Ik heb nog heel veel deeg over, maar dat heb ik ingevroren. Er zitten nu nog een beetje koekjes in de oven en ik ga ze even proeven. Bedankt voor het kijken. Weer hashtag, eigenlijk is het een oven tag, want het is een Engelse tag, maar ja, Nederlandse YouTubers hebben het ook overgenomen. Ik vond de vraag een beetje moeilijk te vinden, dus ik zal ze voor jullie even in de beschrijving zetten. En als je